Nou, goedemiddag allemaal. We zijn in het Stedelijk Museum in de Oase van Matisse. Echt een prachtig levertje van het schilderij van de Parkiet en de Zeemermin. Ik zal u nu even wat informeren over het kunstwerk. De laatste jaren van zijn leven bracht Matisse, door ziekte gedwongen, grotendeels binnen huis door in zijn atelier, was het omringd door echte geknipte planten, bloemen en vogels. Zelf zei het erover, ik heb voor mezelf een kleine tuin om me heen gemaakt waarin ik kan wandelen. Foto's uit die tijd laten zien hoe Matisse voortdurend zocht naar de juiste composities. Zijn assistenties verplaatsten zich op zijn aanwijzingen de vormen net zo lang totdat hij alles bijdroeg in het juiste ritme en evenwicht. De foto's laten zien dat de plaats van de Zeemermin in dit werk aanvankelijk werd ingenomen door een ander knipsel, Blauw Naakt nummer 2. Ook tonen ze hoe hij daar zelf zit in het atelier, tegen zijn slaapkamer. De slaapkamer werd omringd door andere knipsels die hier nu als zelfstandige werken worden geëxposeerd. Zelfs Blauw Naakt met groene kousen links en het ontwerp van de kerstdag rechts. Nou, dat is toch echt een prachtig schilderij. Ja, dus Matisse was dus geïnteresseerd in de vruchtbaarheid van het leven en de schoonheid van het leven, de ware esthetiek. Dus er zijn hier allemaal allerlei vormen. De planten, dat staat tegen voor vruchtbaarheid. En ja, je ziet de vogel links. En de vrouw, de vogel, die staat dus een beetje voor de dieren in het leven. De vrouw voor de vruchtbaarheid. Echt, ja, onbeschrijfelijk. Hallo. We staan bij een schilderij van Matisse. Het is best wel groot. Er zijn allemaal knipsels te zien van wat hij heeft gemaakt, thuis of zo. En het zijn allemaal kleuren. En je hebt een papegaai en een vrouw, weet je wel. Maar je kan niet echt die vrouw, ja. Je ziet niet echt het goed dat het een vrouw is. Dat vind ik wel jammer, weet je wel. En een pakiet. Dat lijkt niet op een pakiet. Ik zou dit zelf ook kunnen. Dus ik vind dit niet echt kunst. Gewoon een Rembrandt of zo, ja, dat vind ik kunst. Als je er echt goed aan werkt. Maar dit zegt voor mij helemaal niks. Maar klaar.